Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een corona make-up video. Je zult nou misschien wel iets hebben van Sarah, what the f. Wij hebben op dit moment een hele aparte situatie in ons land. Alles is 3 weken dicht tot 6 april, als ik het mij goed herinner, in verband met de ziekte corona, virus corona. Dus iedereen moet in huis blijven. Alles is dicht, bioscopen zijn dicht, horeca is dicht, het meeste is dicht. Een aantal dingen zijn nog open die echt open moeten blijven, maar over het algemeen is alles dicht, dus iedereen zit gewoon in huis. Dus ik hoop dat het snel voorbij gaat. Ik hoop ook echt dat iedereen gewoon zoveel als kan ook echt in huis blijft. Zodat we hier hopelijk over 3 weken gewoon oprecht van af zijn. Maar ik dacht, ik maak een extra video, want ik wil het gewoon allemaal een beetje luchtig houden. Ik wil gewoon een beetje plezier brengen en dat iedereen wat minder gestrest is en wat minder angstig en paniekerig. Ik ben geen angstig en paniekerig persoon. Ik ben altijd best wel positief en ik ben ook best wel gewoon chill onder de omstandigheden. Dus ik dacht, ik maak een extra video om jullie extra blij te maken en wat plezier en wat happiness terug te brengen in de zware tijd waar we nou in zitten. Dus ik ga vandaag weer een hele leuke make-up look maken. Neem de video van vandaag niet al te serieus. Het is gewoon een beetje plezier hebben en het gewoon een beetje luchtig maken. Ik weet dat het heftig is allemaal, maar ja, laten we gewoon een beetje happy blijven met z'n allen. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, we hebben de afgelopen tijd, tenminste als je internet hebt en op de hoogte bent, ik denk dat iedereen wel op de hoogte is van wat er allemaal aan de hand is. Er zijn een aantal tips omtrent corona en dat is was je handen. Ik heb mijn handen net gewassen met water. Ik heb hier een handgel, dus ik ga even mijn handen ook hiermee nog extra desinfecteren. Als jij nog geen zeep hebt in huis of desinfectie of zo, dan heb je echt pech, want alles is al verkocht. Iedereen is gaan hamsteren als een stel gestoorden bij elkaar. Dus alles is uitverkocht. Wat je ook echt moet hebben, nou, wat super belangrijk is, dat hebben we wel gezien nou allemaal online, is toiletpapier. Ik weet niet waarom, maar iedereen is massaal toiletpapier gaan hamsteren. Dus jongens, kennelijk moet je dit echt hebben als je niet ziek wilt worden. Dus dat hebben we ook hier. En ik heb hier wat handschoenen gehaald bij de Action. Die moeten we natuurlijk ook hebben. Hè? Mensen, we mogen niks aanraken. Dus ik ga ook gewoon lekker mijn handschoenen aandoen. Ik ben dus oprecht 1 keer gewoon met handschoenen naar de winkel gegaan. Want ik dacht, I won't take any risk. Ik wil niet corona krijgen. Dus ik dacht, whatever, ik draag gewoon handschoenen. Ik heb het geluk dat mijn baan, dus video's maken, gewoon hier in huis is. Dus ik hoef sowieso niet weg. En ja, mijn baan gaat gewoon door. Ik kan nog gewoon video's maken. Dus voor iedereen die nou lekker in huis zit, ik plaats 4 video's in de week. Af en toe een extra, zoals vandaag. Dus nou heb je er 5. Dus ja, dan heb je tenminste nog iets te doen terwijl je thuis zit. Ik heb mijn handschoenen aan. Ik weet niet of ik me kan gaan opmaken met handschoenen aan, maar we gaan het gewoon proberen. Het paletje die ik ga gebruiken is een van mijn meest gebruikte paletjes. En dat is mijn James Charles paletje. En dit is een super groot paletje met heel veel kleuren. Glanzende kleuren, mat kleuren. Deze echt super vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Omdat er dus gewoon zoveel kleuren in zitten. Dus ik kan er echt heel veel looks mee maken. Ik raad dit paletje ook zeker aan. Ik heb wel de grote, die kwam eerst. Maar nou heeft hij dit paletje ook laten maken in het klein en ook met een spiegel. Dus als je dit paletje nog niet hebt, maar wel wilt, ik raad dan zeker die aan, want die is minder duur en die is ook wat handiger. Dus dit is best wel groot en lomp en je hebt geen spiegel en dat heeft die andere wel. Dus ik raad dan sowieso die andere aan, maar ja, ik heb hem al in het groot. Oké, we gaan beginnen met de ogen, dus we gaan inzoomen. Of ja, inzoomen, ik verander gewoon heel de lens. Ik ga weer beginnen met primer en ik gebruik mijn MAC Soft Ochre. Oh mijn god, deze handschoenen zijn warm, jongens. Ik denk niet dat ik het ga volhouden om ze de hele video aan te houden. Dan ga ik beginnen met de matte kleur hier. Die ga ik gebruiken voor mijn crease. Ik gebruik hiervoor een grote fluffy kwast van BH Cosmetics. Dit is de kwast 101. En deze kleur breng ik zo aan in mijn hele arcadeboog. De look van vandaag wordt weer lekker heftig. Want we hebben vandaag alle tijd, want we hebben toch niks te doen. Aangezien we allemaal in huis moeten blijven. Dan ga ik in met de matte bruine kleur ernaast. Ook die kleur breng ik aan hier in mijn crease.
Ik ga nu in met de lichte matte kleur hier. En die kleur breng ik aan op de rand van de andere kleuren, zodat het een beetje mee wordt geblend en dan wordt het een beetje smoky. Zoals je kunt zien trek ik het ook ver door naar hier, want dat vind ik wel leuk voor het look van vandaag. Lekker extra. Dan ga ik in met de zwarte matte kleur hier. En die zwarte kleur breng ik echt vooral aan hier in de hoek. En ik druk het er gewoon zo in, want dan wordt het zo super zwart. En als ik dat helemaal heb gedaan, dan ga ik de randen een beetje blenden. Maar ik begin gewoon echt met zo erin drukken. Want als je gelijk begint met blenden, dan wordt het minder zwart. Dus ik wil het wel gewoon echt zwart hebben. Deze kleur is echt amazing. Dit hele paletje is echt gewoon amazing. Kijk hoe zwart het is, jongens. Dan ga ik in met mijn witte P. Louise base. Dit is echt een witte kleur, kleur 0. En dan ga ik niet echt een hele halve cut crease maken, maar echt alleen maar hier in het begin. Om het daar een beetje te verlichten, want ik wil het daar heel wit hebben, heel licht. Ik heb by the way een geweldige kwast gevonden voor een cut crease. Mijn vriendin Hajar had mij die geadviseerd en hij is echt geweldig. En dat is deze NYX kwast van NYX Cosmetics. Deze kwast is nummer 14. Deze is echt geweldig om een cut crease te maken. Dus mocht je die nog zoeken, je kunt hem gewoon online bestellen bij Douglas. En dit breng ik echt alleen maar een beetje aan hier in het begin. Dan ga ik in met deze witte matte kleur. En die breng ik aan hier in het begin waar ik die P. Louise base heb gedaan. Dan ga ik in met de lichtblauwe glanzende kleur hier. En die breng ik aan op mijn ooglid, zo naast de witte en de zwarte kleur, zo hier in het midden. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Dan pak ik weer een beetje van die zwarte matte kleur en dan blend ik het weer hier in met die glanzende kleur. Zo, en dan ga ik de look nog heftiger maken, want ik wil ook een beetje glitters en zo. Dus ik heb hier een heel paletje van Festival Face met allemaal van die beetje grote, grove glitters. Kijk hoe mooi deze glitters zijn. Deze zijn een beetje wittig, echt prachtig. Dus deze ga ik ook aanbrengen. Echt zo randomly op mijn oog. Niet te veel, gewoon een klein beetje om het een beetje extra glitterig te maken. En omdat het losse glitters zijn, moet je iets van een lijm gebruiken, anders vallen ze er gewoon vanaf. Dus ik gebruik mijn BH Cosmetics glitterlijm. Met echt van die grote grove glitters zoals ik nu gebruik, moet je wel echt altijd opletten dat het niet in je oog komt. Want dat is bij mij wel eens gebeurd en ik kan je vertellen, dat is niet prettig. De glitters zien er een beetje uit als gebroken glas of zo. Dat vind ik wel leuk. I like it. En wat ik dan ook nog doe is gewoon met de kwast die ik heb gebruikt, dan ga ik nog een beetje zo extra erop drukken. Zodat het echt goed blijft op mijn oog en niet straks erin gaat of valt of whatever. Dus als je zo drukt wat niet goed vast zit, valt het dan af. En de rest wordt gewoon extra goed erin gedrukt. Als mascara gebruik ik mijn zwarte Colourpop mascara. Als nep wimpers gebruik ik mijn Morphe wimpers in de stijl Glambassador. Ik ben benieuwd hoe die gaan staan. Deze heb ik nog niet opgedaan. Dan ga ik ook de fallout weghalen en dan gaan we verder met het gezicht. De wimpers zijn minder heftig dan dat ik dacht, maar dat probleem heb ik altijd. Ik heb gewoon zoveel oogoppervlakte dat elke wimper gewoon nooit heftig is bij mij. Of hij moet echt heel extreem heftig zijn. Maar ik vind hem wel mooi. Dit zou voor mij echt gewoon een everyday wimper zijn. I like it. Dus ik heb hem ook gewoon opgehouden. Ik ga nu beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht weer primen met mijn Guerlain primer, want dan kan die ook een beetje opgaan. Ik prime altijd mijn gezicht gewoon met mijn handen, maar... Dus ik ga vandaag gewoon even een kwast gebruiken hiervoor, wat ik normaal niet doe. Ik wil gewoon echt mijn handschoenen niet uitdoen. Echt, ik ben nou echt... Ik vind het echt niet fijn. Hoe vaak kan ik echt herhalen in zin? Ik ga het er gewoon een beetje zo insmeren. Het is een corona video, dus de handschoenen moeten gewoon aan blijven. Klaar. Ik heb by the way mijn wenkbrauwen weer gedaan met mijn zwarte NYX Brow Pencil. Omdat zwart toch echt beter matcht met mijn wenkbrauwhaarkleur. Want ik gebruikte die Espresso, die is donkerbruin. Alleen je zag gewoon echt het verschil met mijn wenkbrauwharen en het wenkbrauwpotloodje. Maar ik heb nou black gebruikt, maar ik heb het minder hard aangedrukt. Dus ik heb het een beetje meer soft gedaan. En ik vind dit denk ik ook mooi. Want iedereen heeft altijd commentaar over dat mijn wenkbrauwen softer moeten zijn. En dat black te hard is, te zwart is. Maar als je het gewoon wat minder hard drukt, heb ik het idee dat het gewoon kan. Dan is het wat meer soft. Dus wat vinden we hiervan? Let me know. Dan ga ik in met mijn Revolution Conceal and Define in de kleur 9.5. Die is ook al bijna op, jongens. Terwijl ik heb hem helemaal niet heel vaak gebruikt, maar ja.
Dan blend ik het in met mijn NYX Cosmetics spons. Mensen, wat vinden we ervan dat nou alles gewoon zo gesloten is? Heel veel mensen vinden het goed en slim. Maar heel veel mensen vinden het ook een tikje overdreven. En die hebben iets van, ja, nou, dit hoeft echt niet allemaal. Ik persoonlijk, ik weet niet. In het begin, I'm just gonna be honest. Echt in het begin vond ik alles een beetje overdreven. Ik dacht, ja, whatever, weet je wel. Maar het werd steeds heftiger. Ook hier dan vooral. Het werd steeds meer heftiger. En toen had ik ook wel iets van, oei. Ik sta er persoonlijk toch wel gewoon achter dat gewoon alles is gesloten. Want ja, dan is het ook gewoon hopelijk snel weer klaar. Anders blijven we echt maanden hangen in dit. Dus als we gewoon even heel heftig alles zo sluiten en gewoon even heftig doen. En met z'n allen gewoon in huis blijven. Dan is het hopelijk gewoon binnen 3 weken klaar. Tenminste, dat is gewoon oprecht wat ik hoop. En wat ik ook wel denk dat er gaat gebeuren. Ik vind het wel sneu voor alle eenmanszaken en alle bedrijven die nou gewoon een maand lang verlies hebben. Ik vind dat de overheid iets van een potje moet hebben om hun loon te kunnen betalen. Of loon, hun omzet te kunnen betalen. Dus dat vind ik wel echt. Want ik vind het echt niet oké dat nou zoveel mensen gewoon zonder geld zitten. Dat kan echt niet. Maar voor de rest, ja. Ik vind het oké. Ik ben sowieso een huismus. Ik ben altijd thuis. Mijn baan is ook hier thuis. Dus voor mij is het niet echt heftig. Dus voor mij is het ook wel een beetje makkelijk praten, I think. Als concealer gebruik ik mijn Revolution Infinite Concealer in de kleur C5. En dan ook weer inblenden met de spons. Deze concealer is zo mooi. Als losse poeder gebruik ik mijn Essence My Skin Perfector poeder. Ik heb hem nou gehaald in de kleur 10 Light. Ik kon die niet vinden in de winkel, maar wel online op de Kruidvat website. Dus heb ik hem gewoon daar besteld. Mensen, zoals ik ook al zei in de intro, ik ben niet echt een heel bang, paniekerig persoon. Als ik het krijg, ja, dan ben ik niet heel blij, maar ik ben nog jong en ik kom er wel overheen. Mijn probleem is alleen mijn moeke, want zij is een diabeet. Dus voor haar is het heftig als zij het krijgt. Dus mijn issue is dan dat wanneer ik het heb, ik waarschijnlijk het ook aan haar geef. En dat is een beetje waar mijn issue ligt. Ik wil niet dat zij overlijdt of zo in het heftigste geval. Dus dat is een beetje mijn issue. Ik ben meer bang voor haar dan voor mij. Ik probeer ook gewoon zoveel als kan in huis te blijven. Ik haal de poeder altijd gelijk weg, want mijn huid is normaal tot droog. Dus het hoeft er niet heel lang op te blijven. Als je huid vettig is, laat het er dan vooral gewoon eventjes op zitten. Deze poeder is zo mooi. Ik had hem dus in de kleur 20. Iedereen die mijn Essence video heeft gezien, die heeft dat ook gezien. En die kleur was niet mijn kleur. Het was veel te donker. Echt too much. Maar ik vond hem wel fijn, dus ik wilde hem halen in kleur 10 en dat heb ik nou gedaan. En I like it, precies wat ik al had verwacht. Heel fijn. Als poedercontour gebruik ik mijn Kat Von D Shade & Light Contour. En ik heb hem in de kleur Deep. En als poeder gebruik ik mijn Essence Brighten Up poeder. Deze heb ik nou nieuw weer gehaald. Iedereen die mij al langer followt, die had al gezien dat ik hem al had. Alleen die ik had was helemaal kapot gegaan. Dus ik heb weer nou helemaal een fresh one. Weer een nieuwe. En die breng ik dan nog extra zo hier onderaan. En dan een beetje MAC Fix Plus. Ik doe een licht blauw oogpotlood in mijn waterlijn. Ik heb hier kleur 4 en deze is van Kiko. Deze is echt super goed. Kijk even hoe blauw het is. Love it. Dan hier beneden ga ik weer in met eerst een zwarte matte kleur. En dan ga ik het denk ik een beetje uitblenden met de donkerblauwe kleur hier. En dan ook nog de 2 crease kleuren. Ik maak een beetje een mixje. Dan ook wat mascara voor op de onderste wimpers. Ik gebruik gewoon weer mijn Colourpop mascara. Maar ik gebruik ook een mascara primer er eerst onder. Dan pak ik nog deze mooie glanzende lichte kleur in het paletje. En die kleur breng ik aan hier in mijn binnenste ooghoek. En dan met wat er nog op mijn kwast zit, een heel klein beetje, breng ik het ook hier zo aan. Bij mijn wenkbrauwen. Dit doe ik niet heel veel, omdat er daar altijd best wel veel structuur zit. En je dat dan heel goed kunt zien. Maar als je gewoon een heel klein beetje aanbrengt, is gewoon mooi. Dus dit is de ooglook. Lekker heftig. I love it. Ik ga mijn gezicht lekker veel bronzen. En ik ga voor mijn Megastyle bronzer van Morphe. Deze is heel mooi warm en mat.
Als blush gebruik ik mijn Maxi Blush in de kleur 4 Sweet Cheeks. Deze is mooi peachy, oranje en mat. Als highlighter gebruik ik mijn Pixie in samenwerking met Rich Love's highlighter paletje. Deze is echt amazing, jongens. Als je hem niet hebt, je weet niet wat je mist. En ik gebruik de kleur hier. Die heet T. En dan pak ik de kleur ernaast. Die is iets lichter. Die heet Clutch. En dan wil ik die toch nog een beetje extra hier aanbrengen. In mijn binnenste ooghoek. Voor wat extra glow. Een extra shine. Want de look is nog niet heftig genoeg. Oké, dan de lippen. Ik wil een beetje gaan voor een peachy oranje. Wow, wie denk ik dat ik ben met mijn oranje? Ik bedoel een mooie peachy oranje nude kleur. Ik ga normaal voor bruin nude. Dat is mijn favoriet, bruin nude. Maar vandaag vind ik peachy oranje toch iets beter staan. Ik ga als lippotloodje weer voor mijn Sweet Tea lip pencil van Morphe. Die is welkom bruin. Die gebruik ik echt altijd. En als matte liquid lipstick gebruik ik er eentje van by Kelsha in de kleur Always Nude. Dit is een hele mooie peachy nude. En hun hebben ook een hele prachtige peachy nude-achtige gloss. Deze kleur heet Nudist en die breng ik er overheen aan. Hij moet wel even eerst een beetje opdrogen. En dan nog wat fixing spray. Ik heb hier nieuw van Catrice de HD Active Freezing Spray. Deze zag ik op YouTube. Veel mensen vonden hem geweldig. Ik kon hem niet vinden hier in de winkels. Maar ook deze spray kon ik wel vinden op de Kruidvat website. Dus deze ga ik ook even gebruiken. Die schijnt super goed te zijn om je make-up heel lang erop te laten zitten. Niet dat ik mijn make-up er vandaag lang op laat, maar whatever. Zo, dat is dan de look. Oké, mensen, wat vinden we van de corona make-up tutorial? Omdat je nou in huis zit, heb je wel alle tijd om leuke heftige looks te maken. Alleen je kunt het niet laten zien aan iemand, want je mag niet naar buiten. De handschoenen, het is me gelukt om ze de hele vier lang aan te houden. Ik had het niet verwacht, want in het begin vond ik ze heel irritant. Maar het went gewoon echt, dus ze kunnen er nou weer af. Ze zijn ook al een beetje vies, dus... Het is weer klaar met de handschoenen. Ik hoop dat iedereen de look mooi vindt en heeft genoten van de extra video. En ik hoop dat ik iedereen ook weer een beetje blij heb kunnen maken. En een beetje heb afgeleid van wat er allemaal aan de hand is. Dus vergeet vooral niet, het is nou een beetje een vreemde, heftige tijd. Het is alsof ik in een film of zo zit. Maar just be happy always. Blijf altijd positief. Paniek en stress niet te veel en dan komt alles gewoon hopelijk goed. Ik ga nou de hele make-up weer afhalen. Ik vind het wel echt heel zonde, maar ik moet nou een andere video maken, want de video die ik nou heb gemaakt stond niet in de planning. Ik heb het gewoon nou even extra gemaakt voor jullie, dus de video die vandaag wel op de planning stond, ga ik nou maken. Dus alles moet er weer van af. Ik vind het altijd zo zonde. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken, aangezien je nou gewoon toch in huis zit. En mijn hoofd om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!